Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Zoals je weet, bij Motivatie Maandag bespreek ik 3 onderwerpen. 1. Hoe was mijn afgelopen week? 2. Wat is de quote van deze week? En 3. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Laten we maar beginnen. Allereerst, eerste punt. Hoe was mijn afgelopen week? Afgelopen week was wel rustig. Het is fijn om een keer rustig te hebben, want alles is afgerond en nu is gewoon factuur eruit sturen. Dus dat is aan de ene kant wel fijn. Wat interessant was, is dat een klant naar mij toe kwam en vroeg van Alex, wil je even mee naar Leverancier? Want ik wil kijken hoe hun systeem is en of ik die kan gebruiken. En ik wil je mening erover weten. En ik dacht, oké, prima, ik ga gewoon mee. Ik ging mee, keek bij Leverancier binnen en keek precies hoe zij werken. Heel interessant te zien, heel leerzaam. Alleen ik ben niet eens met hun verdienmodel en hun verdienmodel is een beetje achteruit lenen en laat andere mensen het werk doen. Aan de ene kant wel slim, maar aan de andere kant op een gegeven moment zal het niet meer gaan werken. Want ik heb bepaalde informatie waarvan ik denk van ja, over een paar jaren zul je op een gegeven moment de effecten zien dat het tegen gaat werken. Ik heb een cursus opgericht en daarbij gebruiken zij officieel businessmodel nummer 7. En het past wel bij hun concept, maar het gaat tegen hun werken op lange termijn. Dat is wat ik wil zeggen. Komen we bij punt 2, de quote van deze week. En de quote van deze week is: If a plan doesn't work, don't worry. The alphabet has 25 more letters. Het is een interessante quote. Het komt precies op hetzelfde neer wat de partner mij tegen mij heeft gezegd toen ik terugkwam in Nederland. En zij zei precies hetzelfde. Zij zei van, hey Alex, je focust te veel op één ding. Zorg er wel voor dat als plan A niet werkt, dat je ook een plan B hebt. Maar ik zeg altijd tegen haar van, als ik een plan B maak, word ik altijd afgeleid. Want een plan B is de afleiding van plan A. Maar door mijn ervaring heen kom ik steeds te beseffen dan, een plan A hebben is één ding. Maar verwacht altijd dat het misgaat. En zorg altijd dat je iets hebt als het misgaat. Dus dat slaat deze quote weer op. Dus als plan A niet werkt, ga je naar plan B. En dan C. En ik zie het zo meer zo van, voor mij is alles gewoon een experiment. Wanneer het werkt, dan werkt het. Wanneer het niet werkt, dan is het interessant. Want ik ga kijken van, waarom werkt het niet? En hoe kan ik dat in mijn voordeel gebruiken? Dus zo zie ik deze quote. En het is interessant om te zien. Laat me hieronder weten wat jij ervan vindt en hoe jij er tegenaan kijkt en wat voor invloed dit heeft op jouw werkwijze of in ieder geval manier van leven. Kom bij het derde punt. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Nou, deze week moet ik acquisitie gaan doen. Voor sommige mensen of dus sommige opdrachten heb ik geweigerd. Dit heb ik puur gedaan omdat ik weet dat ze kosten veel meer tijd dan dat ik heb. Dus daarom doe ik ze niet. Aan de andere kant, sommige klanten hebben budget en ze willen heel veel. En ik denk bij mezelf, ik ga mijn handen niet aan vuil maken, want ik heb er geen tijd voor. Dus niks persoonlijk bedoeld voor de mensen waarvan ik nee heb gezegd. Het is gewoon van hoe ik werk. Ik beslis wat ik wel of niet aanneem. Het is niet van, je komt naar mij toe, ik doe gelijk jouw zaak. Los van acquisitie, deze week ga ik beginnen met Engelse content schrijven. Dit houdt in dat in de toekomst deze kanaal een gedeelte Engels wordt en een gedeelte Nederlands. Dit komt puur omdat ik ook Engelse klanten heb die geen Nederlands kunnen en ook andersom. Later krijg je meer informatie hierover wanneer dat precies gebeurt en hoe dat precies gebeurt. Heb je vragen erover, kan je mij gerust mailen. Laat me weten wat jij van deze quote vindt en hoe dat werkt in jouw leven. Tot in de volgende video.